Zo, loei druk hier. Wow, mooie muziek, mooie mensen, blije mensen. Niks mis mee. Is genoeg stress elke dag van je leven. Politie, mega veel politie, ongelooflijk. Niks te merken van een personeelstekort. Elf uur komen ze. Ik word natuurlijk alweer gevolgd. De Romeo achter me aan. Loeidruk mensen. Politie achter me aan. Ze hebben niks te doen. Let even op zakkenrollers. Kijk even wat mensen verkopen. Wat is er van de vrachtwagen gevallen? Nee hoor. Alle vizier weer op ons natuurlijk. Ja, het aftellen kan beginnen. Ik heb net gevraagd waar komen ze uit. Ja, dat weten we niet. Links of rechts. Dus ze hebben twee soorten routes. Pers, pers, pers. Best lastig hier om over te steken. Ik dacht ergens anders. Gefaciliteerd. In een hek. De Republiek. Prachtig. Nou, ik heb ze toch gevonden. Kijken of ik welkom ben. Ik dacht dat ze pas om 12 uur zouden beginnen. Bouwnieuws. Die willen me ook interviewen. Nou, ik ben nog gebeld door je baas dat jullie mij wilden interviewen, wist je dat? Nee, daar wist ik eigenlijk helemaal niks van, maar mooi dat je er bent. Ja. Wat brengt jou hier vandaag, Max? Ja, koning, dag! Weet je, we willen niet zo'n koning. We willen een koning die begaan is met ons en die meeleeft met ons. Dat vinden wij belangrijk. Een voorbeeldfunctie. Kijk, hun gaan altijd salaris in vooruit. We hebben woningnood. Hoeveel vastgoed heeft het koningshuis en consorten? Ze hebben zoveel ter beschikking, maar wat delen ze met ons? Het is gewoon egoïsme en ze houden zich ook bezig met politiek. CBDC, Maxima loopt voorop, digitaal geld, contant geld moet verdwijnen. Dus alle punten kloppen niet. Maar je hebt wel een mooie Nederlandse vlag zo bij je. Ja, het is hoe je hem houdt, hè. Dus ik vind het ook heel goed wat hun doen vandaag. Wat kom jij doen? Wat brengt jou hier? Ja, toch een statement maken dat wij, het is de duurste Koningsdag ooit, dus we willen gewoon dat het geld in Nederland ook eerlijk verdeeld wordt. Dus steun ook voor de zwakkeren, dat is vooral belangrijk. Ja, maar laten we wel eerlijk zijn, kijk, er staan hier duizenden mensen langs de kant, die vinden het allemaal fantastisch. Is niet een beetje de grote Max One Man Show tegen de rest? Nou, ik ben ook gewoon bij het Koningshuis langs gegaan, Prinsjesdag ook. Met een fakkel? Nee, dat niet, nee. Dat kon niet doen. Met een bord en ze dachten ook dat ik gek was, maar ik heb gewoon gezegd wat ik kan doen. Ja, wat dachten ze toen dan?
Ja, gingen ze me even nakijken en toen dachten ze, oh, dat is een bekende activist, die komt hier niet om een geintje uit te halen, die wil gewoon even wat zeggen. Daar ben je niet zo van geintjes of wel? Nou, in mijn vrije tijd wel, maar dit is serious business. Het gaat om de bevrijding van Nederland, de toekomst van Nederland. Ik zag dat jij ook in elkaar werd geslagen. Ze zijn niet zo weerbaar, hè? Nee, goeie. Ja. Nee, ik zag het toevallig op Facebook dat je aan het vechten was met een topsporter. Ja, maar goed, hoe ga jij je statement uitdragen vandaag? Hoe ga je dat doen? Megafoon hebben we bij ons. De megafoon is erbij. Dus boer roepen. Shame on you, wegwezen. Satanisten, bloedvergieters, egoïsten, hebzuchtigen, oprutten, opdonderen. Niet welkom. Afgezet vandaag met ontslag. Met ontslag. Mooi, kills. Wat zeg je dan door dat ding? Doe eens in voor. Ik oefen. Weg met de koning! Alle vastgoed van de koning naar het volk! Hij heeft niks meer gemaakt. Waarom niet? Ja, nou hoor ik gewoon. Zie je, hoor je dat? Zo word ik gediscrimineerd. Ja, ze wil je er niet bij hebben. Nee, dat dacht ik al. Maar ik sta toch ook niet in het vak. En hoe komt het dat ik er niet bij wil hebben? Ik word net gebeld van, daar komt een gekkie aan. En dat is leuk voor Ponius. Ik ben helemaal voor. Want ik kijk altijd. Maar ja, gekkie, hè? Dat is heel minderwaardig wat je nu zegt. Meer, hè? Ik ben hoogbegaafd. Er zijn meer jongeren voor Republiek dan Monarchie. En dat zijn gewoon in zijn algemeenheid. Maar, dit is een zware belediging dus. Ik ben een gekkie. Maar dit, en hij staat er dan buiten. Ja. Verklaar dat eens. Nou ja, hier staat dingen over digital currency, World Economic Forum. Allemaal prima, maar dat heeft niks te maken met Monarchie. Wat vind je ervan, Max? Ik vind het heel kwetsend altijd dat mensen mij nooit eens vragen hoe het met me gaat of wie ik ben. Hoe gaat het met jou, Max? Vertel ja, eens. Het doet pijn als je zo door de cancelcultuur eigenlijk wordt buitengesloten omdat jij veroordeeld bent als activist. Ik had alle reden om daar bij mevrouw Kaag op visite te gaan. Ik heb niks strafbaars gedaan. Ik heb 6 maanden vastgezeten. Het hele natraject was ook vreselijk. Nog steeds zit ik erin. Dus ik vind dit gewoon discriminatie op een hele kwaadaardige vorm. Want ik sta ook helemaal niet in hun vak. Ik kom gewoon aanlopen. Ik heb een afspraak met Pauw Nieuws. Ik spreek hem aan. Hij interviewt mij vanuit het vak. Ja, maar, ik heb bericht van zijn baas gekregen dat ze mij graag wilde interviewen vandaag. Tot het punt, want je hebt nog veel meer in die tas zitten. Wat zit er allemaal in? Nou, niet zoveel. Nou, ik zie allemaal doeken en wat is dit toch allemaal? Oh. Wil jij het heel even filmen? Dit is niet relevant. Ja, we zijn nu met dit item bezig, maar leuk. Hashtag Wappie Nation. Ja, daar sta ik eigenlijk voor. Want de Wappie is eigenlijk de macht moeten nemen in het land. Om de bevolking te redden en te verbeteren in de levenskwaliteit. Hoe zou jij de macht overnemen? Hoe zou je dat aanpakken? Helaas is het geweldsmonopolie niet in mijn macht. Anders was het al lang gebeurd. Hoe had je dat gedaan dan als het wel in jouw macht zou zijn? Gewoon de Tweede Kamer te zetten, Koningshuis te zetten, alle gemeentehuizen te zetten, provinciehuizen. Waarom niet? Het is toch voor het volk. Het is het volk dienen. Als ze dat niet doen, moet je ze uitzetten. Met geweld? Nou, nu kan dat niet. In andere landen wel. In andere landen in Irak gaan ze met een bazooka naar het protest. Daar hoor je niemand over. Ben je voorstander van? Nou, ik vind het wel te lang duren dat te veel mensen... Ben je daar voorstander van? Waarvan? Van met een bazooka naar de demonstratie. Nou, niet hier, dan kom je in de gevangenis terecht. Maar als je er niet voor in de gevangenis zou komen, ben je dan voorstander van je afgeven? Tuurlijk, ja. Je moet voor het volk opkomen. Ben je een radicaal geval, hè? Nou, ik heb er een antwoord. Maar ben je radicaal? Zie je jezelf zo? Tuurlijk, ja. En hoe uitziet dat dan? Nou ja, dat je veel actie voert. Blijf je daarbij of ben je nog meer gevraagd? Sorry? Blijf je daarbij of ben je nog meer gevraagd? Op dit moment heb ik gewoon geduld en ik probeer gewoon mijn lichten te laten scheiden en gewoon niet die tijd.
groepen samen in opstand brengen tegen Mark Rutte en zijn vrienden en ook het Koningshuis en hun vrienden. Wat gewoon allemaal sectes zijn. Sectes. Bedankt Max. Ja, ja, dank je wel. Ik wist niet eens dat ze hier stonden. Ik dacht dat ze op de Erasmusbrug zouden staan. Deze groep? Deze groep. Ja. Binnen de koning niet zonder. Ja. Minderen, verkopen. Nou mensen, je zag het. Hij wist niet dat hij mij ging interviewen, maar ik had een afspraak met Pauw Nieuws. Ze hebben mij ook een bericht gestuurd. Dus de politie is ook bezig met foto's nemen. Kun je heel even deze pakken? Ja, tuurlijk, de politie tuurlijk. Daar... Mag even met ons meelopen. We willen je eventjes fouilleren. Fouilleren? Ja, we willen zeker weten voor jouw veiligheid en voor onze veiligheid dat je niks bij hebt wat je niet bij je mag hebben. Ja, we gaan hier even naar beneden toe. Ja? Mijn spullen staan daar, hè? Let jullie op. We gaan even hier naar beneden. Dat gaan wel lukken, toch? Zo, we springen in het diepe. Hoppa, kom met ons mee. Dan gaan we even hier snijpantje doen. Kunt u het goed zien, mevrouw? Dan ben je deze kant. Kom. Waarom moet je aan me zitten? Dat is toch niet nodig? Ik loop toch mee? Ja, ja. Maar ik wil graag even dat je doorloopt. Hè, hoe korter het voor jou duurt, hoe fijner het voor jou is, hoe fijner het voor ons is. Okay. Mag je even je rugzak mag je afdoen? Ja, hou even die rugzak even bij me. Ik ga mijn collega gaatje fouilleren. Heb je iets bij je wat je niet bij je zou mogen hebben? Nee. Een mes? Nee. Nee? Oké, okay, goed. Mag je voor mij even de handen tegen de ruit plaatsen? Okay, ja, dat komt goed. Niet schrikken. Koning komt nu eraan, maar ja, ik sta hier. Precies wanneer de koning hier gaat lopen, pakken ze mij even apart om dus natuurlijk even mij weg te halen bij het hekken. Dat ik mijn toespraak niet kan doen natuurlijk. Het is allemaal weer vooropgezet plan, want ik liep hier al een half uur. Waarom komen ze dan nu naar mij toe, net nu de koning hier gaat lopen? Toch meneer? Omdat we jou net al zagen, Max. Nee, want uw collega's hadden mij al lang gezien. En ik heb ze ook gegroet. Oké. Okay. Ik heb het niet goed aan, maar ik heb het niet goed aan.
En zal ik hem even uitdoen, meneer, want hij is nog aan, omdat jullie hem net hebben gepakt. Ja. Op de railing. Ja, ook dat, maar ook rare geluiden, piepgeluiden. En dan heb ik het weer gedaan straks, geluidsprotest. Niks. Nee, goed. Hey, Mart, bedankt voor je medewerking. Ja hoor, ja, ik had weinig keuze, maar... Ja, weet je, we weten dat je het niet eens bent met de keuze, maar we hebben het uitgelegd waar het voor is. Je weet ook de weg te bewandelen als je het er niet mee eens bent. Maar ik heb toestemming om ook hier met, te staan met megafoon, wisten jullie dat? Weet je, dat geloof ik allemaal best. Maar je mag niet, de koning is nog niet geweest. Dus, ja, ik ga even naar de hekken toe, dankjewel. Ja, 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 is goed. Bedankt hoor, ja, jullie ook. Zo, ik ga even mijn positie innemen, mensen. Het is allemaal weer goed afgelopen deze keer. Ik ben natuurlijk wat bewuster nu wat ik in mijn tassen heb en wat niet. Een mooi interview met Pauwnet. Dus Republiek sluit mij buiten. Heel bizar dit. Heel bizar. Geen hoor en wederhoor, geen vriendelijkheid. Maar ik zal wel daar ergens moeten plaatsnemen, want ik kan niet naar de overkant komen. Dan moet ik helemaal omlopen. Dus ik ga even kijken waar ik sta en hoe ik sta en komt goed.